Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag de waaiersteek maken. Een waaiersteek is een steek in een andere waaier. Je zet hem eigenlijk op met allemaal eerst allemaal lossen en dan ga je eerst de waaier maken. En als je nu even 16 plus 2 is 18 steken opzet, dan kunnen we gaan beginnen. Ik heb hier ook even 18 steken, dus alles moet deelbaar zijn door 8 of vermenigvuldigen met 8. Dus dat je elke keer 8, 8, 8 lossen opzet. En in de eerste begin je met de tweede vanaf de naald even een vaste erin te zetten. En dan ga je stokjes maken, 1, 2, 3 in de vierde lossen. En dan maak je die eerste waaier, 1, 2, in dezelfde steek zet je 4 stokjes. Dan een losse. En dan weer 4 stokjes. En die waaier zet je dan vast in de vierde steek. Insteken. Omhalen en doorhalen met een vaste. En dan heb je al de eerste waaier gemaakt. Dan sla je weer om en je pakt weer 1, 2, 3, de vierde. En dan ga je je tweede waaier maken. Vier stokjes en lossen en vier stokjes. En die zet je weer vast met een vaste. Dan kun je je werk. En dan ga je om die boogjes lossen maken. En die zet je hier in het midden vast met een V-stitch. De V-steek of de touwsteek. Die heb ik al een keer uitgelegd. We eerst 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan is het net of je het niet haalt, maar je zet nu een stokje in de eerste steek. En een losse. En in diezelfde steek zet je weer een stokje. En dan doe je weer, kijk, dan heb je hier die V-steek. En dan doe je weer 5 lossen. En op het eind zet je hem vast met een vaste. En omdat we nu dus een andere kleur gaan maken, ik heb hier zoveel verschillende kleurtjes in, dat ik, ja, het is leuker om met verschillende kleurtjes te werken. Dus ik pak nu eventjes een ander kleurtje. Ik heb hier een lekkere roze. Daarom laat je ook even 2 op de naald staan. Je trekt dus de roze door en dan begin je, draai hem om je werk. En dan pak je de draad op. Even wat draad pakken. En dan gaan we hier weer de andere kleur waaier inzetten. Dus dan beginnen we nu even met een stokje. 1, 2, 3 lossen tellen voor het eerste stokje. En omdat je hier dus een halve waaier nodig hebt, doe je in die eerste steek nog 1 stokje. 2. 3. Deze tel mee als eerste stokje. En die ga je dus vastzetten over deze en in deze opening. Dus je steekt in. Je haalt de draad op en je zet hem vast en dan heb je hem
al vastgezet. En dan gaan we nu in die V-stitch een waaier maken van 4. En lossen. En weer 4 stokjes. Nou, dus de derde en de vierde. Dan heb je alweer een waaier gemaakt in het midden. En die zet je weer vast in die opening. En die losse neem je mee. Dus je zet hem vast hier. En daar haalt je draad op. En je zet hem vast. En nu moet je natuurlijk nog een halve hebben. Dus je haalt je draad op, je zet in de bovenste steek een stokje en dan moet je er 4 hebben omdat je dus een halve waaier maakt. En met dezelfde kleur maak je ook die lus. En als je dus naar het werk kijkt, dan zie je die lus ook niet meer zitten, omdat je daar eigenlijk overheen haakt. En dan is het net dezelfde kleur. Komt ook heel mooi op. Dus we keren het werk. En dan zie je nu de achterkant. En dan ga je nu de lussen weer maken. Dus we gaan nu even nadenken. Hier moeten de V'tjes in. Dit telt als eerste stokje, dus 3. Dan omdat hier die V'tjes in moeten en dit een halve is, is het plus 2. En dan ga je hier weer in. En je zet er een V-stitch in. Een V-steek. Dan ga je weer 5 lossen. En die ga je weer hier vastmaken met een stokje. En dan pakken we weer, net als hier, 2 lossen en een stokje. En zo is de waaiersteek al een heel eind geleerd. En dan kan je weer verder gaan met de volgende kleur. En als je een volgende kleurtje pakt, dan zet je hier weer op die waaier. Ik zal nog een kleurtje pakken. Knip eventjes de wol af, omdat het nu te lastig is om het elke keer mee te nemen. Je pakt een nieuw kleurtje. Nu gaan we meteen in deze al een waaier maken. Dus de draad om. Oh, dan moet ik wel de goede draad pakken. Omhalen. En je maakt weer een waaier.
je zet hem natuurlijk weer vast in die vorige waaier met die losse en met een vaste. Nou, bedankt voor het kijken. Iedereen kan haken. Ik hoop dat je wilt abonneren op dit YouTube kanaal, zodat vaker nieuwe steken kan uitleggen. Dit is even oefenen, maar ik wens je veel succes. En alvast bedankt en tot de volgende keer.